wordt Gran Canaria het nieuwe Lampedusa. Steeds meer vluchtelingenbootjes komen aan op het Canarische eiland. Maar de populaire vakantiebestemming kan deze toestroom niet langer aan. Ja, Malik Asmani, u bent net terug van het werkbezoek aan de Canarische eilanden. U was op Gran Canaria. Wat heeft u daar allemaal gezien? Ja, ik heb met verschillende organisaties gesproken die betrokken zijn natuurlijk met het opvangen van in dit geval migranten. En ja, echt ook bij de aankomst van deze mensen zitten meestal zo'n 6, 7, 8 dagen op een boot. Dat is nogal kort, sommigen zelfs 15 dagen. Vooral afkomstig uit Senegal, Mauritanië. Ook de boten die vanaf Marokko afgaan richting de Canarische eilanden. Ja, en het is heel duidelijk, het zijn vooral jonge mannen die op zoek zijn naar werk. In Spanje of elders in Europa. En nou ja... Het kan, die eilanden kunnen het niet aan. Mensen worden dan ook naar het vasteland overgebracht, na een maand gemiddeld. En het belangrijkste is dat we denk ik dit gaan stoppen. Ook voor de menselijke drama's die plaatsvinden. Ook afgelopen maandag is er weer een boot omgekomen met 60 mensen. En het is gewoon vreselijk. Sommige mensen komen de Canarische eilanden niet eens, bereiken ze niet eens. Omdat ze de Atlantische Oceaan opgaan. En ik hoor zelfs verhalen dat ze in Brazilië terechtkomen. Maar dan zijn er alle mensen al omgekomen. Dus het is echt in triest. Ja. Wat zijn de verhalen? Heeft u ook de vluchtelingen zelf gesproken? Ja. Wat zijn de verhalen die u hoort van hen? Ja, het zijn jonge mannen vooral heen gezonden eigenlijk. Om werk te zoeken, om geld ook terug te kunnen sturen naar families. Dus ik heb met de mensen gesproken. Hoe zie je toekomst? Wat wil je? Hoe lang heb je de reis? Veel mensen hebben ook meteen letsel. Hè, omdat ze 6, 7 dagen op een bootje met zulke aantallen. Geen bewegingsvrijheid. Dus er is veel zorg ook wel voor deze mensen. Maar het is heel duidelijk. Dit zijn niet vluchtelingen waar je een veilig heenkomen voor wil bieden. Dit zijn mensen die zijn op zoek naar werk. Met die drama's op die Middellandse Zee. Dit kunnen we niet met elkaar aan. Nee. Alleen door samen te werken kunnen we hier ook voor zorgen dat dit gaat stoppen. Vorig jaar kwamen er meer dan 30.000 migranten naar de Canarische eilanden. Ja. Wat gebeurt er dan met die mensen? Ja, maar Canarische eilanden zijn gewend inderdaad om de afgelopen jaren maar 100 op jaarbasis te ontvangen. Mm-hmm. Nou, afgelopen jaar was dat zo'n 30 à 40. Mm-hmm. Komend jaar is de verwachting 80.000. De Rode Kruis heeft daar een bepaalde grote verantwoordelijkheid in voor het opvangen van deze mensen. Dat doen ze eigenlijk heel keurig. Mm-hmm. Ik heb veel gezien in de wereld als het gaat over opvangen van migranten. En dat doen ze echt heel keurig. Alleen ja, zij kunnen dat op die eilanden eigenlijk niet aan. En dus daarom worden deze mensen ook naar Spanje overgebracht. En dan kunnen deze mensen eigenlijk vrijelijk bewegen, ook richting Nederland. Dat moeten we... Want hoe groot is hun kans op asiel dan? Ja, nul. Alleen deze mensen die gaan reizen door. Dus het is zo, ze worden naar Spanje... Maar die ontglippen dan de organisaties? Dus ik vind dat deze mensen vastgezet moeten worden. En dat deze mensen zo snel mogelijk teruggestuurd moeten worden. Maar dan op Gran Canaria of in Spanje? Nou, wat mij betreft kan dat op Gran Canaria al. Want in principe kan je eigenlijk al snel vaststellen dat we niet te maken hebben met vluchtelingen. Mm-hmm. En dan moet je mensen kunnen terugsturen. Maar kan Gran Canaria dat aan? Nou, dat... Hebben zij plek om zoveel mensen vast te zetten? Ik denk dat men dat aan kan op het moment dat je mensen kan terugsturen. En daar zit het grote probleem. Op dit moment lukt het Spanje niet om mensen terug te sturen naar Senegal of naar Mauritanië. En daarom vind ik ook dat er politieke druk moet komen. Ik vind het echt, die urgentie, zo hoog. Als je ook kijkt naar die menselijke drama's vooral. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat je mensen terug kan sturen. En dan zal je ook gaan merken dat die aantallen naar beneden gaat. Omdat het dan geen zin heeft om je leven te riskeren, om zoveel geld te betalen aan mensensmokkelaars. Als je weet. Groot, maar hoe zou je die urgentie helemaal kunnen vergroten dat je dit voor bent en dat het in herhaling niet terugkeert? Want je zegt het nu, we lezen het. Maar zolang het een beetje out of scope is, leeft die urgentie minder. Nee, daarom vind ik... Ja, en is het ook niet een waterbedeffect, hè? We zagen eerst Lampedusa, nu Gran Canaria. En als je dat nu aanpakt, gaat het dan niet door?
Ja, daarom pleit ik al sinds jaar en dag dat er afspraken moeten worden gemaakt met de derde landen. Dus eigenlijk in principe alle landen die aan de ring van Europa zitten, maar dan op het Afrikaanse continent. Dus afspraken waar we in het verleden met Turkije hebben gedaan. Recent ook met Tunesië, waarbij ook de instroom met 80% naar beneden is gegaan. Zou je ook met landen moeten doen als Senegal en Mauritanië. Ja, dat heeft Angela van der Leyen onlangs al gedaan, toch? Ja, daar zie ik dus nog niks van. Dat is eigenlijk de conclusie. Maar heeft het dan wel zin? Ja, dat heeft zeker ding als daar ook invulling worden gegeven aan die afspraken. En daar moet je ook op toezien. En als zulke soort landen niet meewerken, dan moet dat wat mij betreft ook consequenties hebben als het gaat aan Europa. Alleen samen kunnen we die vuist maken. En u bedoelt samen Europa? Inderdaad. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we de instroom indammen, naar beneden brengen. Mm-hmm. En ervoor zorgen dat we dat op een nette manier doen, in plaats van dat we nu mensen faciliteren via een illegale manier, waarbij mensen hun leven riskeren en waarbij mensen gewoon veel geld kwijt zijn aan een cynisch model van mensensmokkelaars. En dat wil ik graag aangepakt zien. Maar over 5 weken zijn de Europese verkiezingen. Mm-hmm. Kunt u nog wel langer termijn toezeggingen doen? Nou, wij hebben vrij recent in Europa na 10 jaar zoetbalt grote hervormingen. Als het gaat om controle aan die buitengrenzen, dat selectie aan die poort plaatsvinden. Nou, voor mij was het ook om te zien in Spanje, hebben ze daar al op geanticipeerd? De antwoord is nee. Dus de komende jaar moet daar, en dat is ook mijn inspanning, daar de druk op komen dat het ook geïmplementeerd wordt met datgene wat we hebben afgesproken. Dus streng aan die buitengrenzen, selectie aan de poort, aanpak van mensensmokkelaars en afspraken maken met derde landen om überhaupt te voorkomen dat deze mensen met die schamele bootjes richting Europa komen.